Nou, daar zijn we. De zon. Oh, kut. Het is een beetje centraal gaan zitten. Zitten we centraal nu? Nou, ik vind mijn haar echt niet kunnen. Ik vind me echt zo. Nou ja, hoi allemaal. Super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik wist het toch opeens. Nou, ik ben weer met Isabel. Mo, surprise! En we hebben echt een super leuke video. We hebben namelijk voor elkaar geshopt. Voor ons kerstdiner. Want wij gaan elk jaar... kerstdiner. Ja, ja. Hebben wij een kerstdiner met z'n allen. Hoe lang doen we dit al? Dit is een vierde jaar. Dan gaan we lekker eten en helemaal full glam, ja. Alsof we uitgaan. Dan gaan we gewoon bij elkaar thuis eten, cadeautjes, lekker hapjes maken. Ja. Maar nu dachten we dus, ja, we moeten een outfit voor hebben. Dus ja. we hebben echt voor €900 of zo. Dat komt door Black Friday, dat is echt bizar. Zo chill, voor, ja niet helemaal. Hele doos vol, dus ik heb bijvoorbeeld al 2 outfits, maar juist. Woo! Pas deze mail. Oké, wie heeft nou voor wie geshopt? Ik heb voor Bo. Ik heb voor Saar. En ik heb voor Isabel. Ja. Ja. Dus zo. Ja. Oké, dit moeten we dus aantrekken voor Sinterkerst. Ja. Dus... Maar dat was denk ik wel... Jezus, ik lijk wel een tomaat. Ja, je bent echt... Oh, het is echt heel lelijk. Zal bruiner gone wrong. Laat het open maar. Ik kan niet meer. Even een korte onderbreking, want waar jullie natuurlijk allemaal voor zijn gekomen is kortingscode. En met de kortingscode SARAV krijg jij 20% korting op alles. Ik vind dat super leuk dat jullie ook iets kan meegeven. Ja, lekker kerstoutfits kan shoppen met mega veel korting. Linkjes staan in de beschrijving, alles staat in de beschrijving. Check it out. Pak ons eigen spullen eruit. Ja. Oh, ik heb er wel 2 dan. Ja, deze is zo goed. Nou. Oh ja, dat zit erin. Want ik had zoiets, denk ik. Ja, maar ik heb geen gouden oorbellen, want ik heb zilver. Oh, ik had zilver. Nee, ik had ook een soort zilver glimmend hangertje. Ik heb ook zilver. Oh, een keer. Ja. Oké, nou dan heb ik hem. Oké, nou ja, boeien. Huh? Wie gaat er beginnen? Laat het per outfit nu eerst zien. Ja, laat heel de outfit zien. Oké, is goed. Iets wel begint. Oké. Oh nee, want het is van mij. Ja? Ja. Nee, ik wil... Oh ja, oké. Okay. Ik heb dit jurkje. Een mooi bedjurkje. Echt wat voor boven. Ja. Ik ben helemaal benieuwd. En... Huh? Heel leuk. Zo. Ja, was goed. Oh jawel, want hij heeft een beetje een soort Dit is een schuin. Schuin, ja. En hij is goed lang, dus dat is top. En een mooie split. En een split. Heel leuk. Leuk. Daarbij heb ik een tas, maar ja, als ik hem zo zie, past hij er totaal niet bij. Oh. Nou, dus ik vind mijn tas ook anders dan ik had verwacht. Ja. Ik dacht, leuk, zo'n glitter. Ik dacht, die glinsters ook een beetje hetzelfde als dit was. Ja, helaas, dat is dus niet gebeurd. Glitterbag. Ja, tas zie ik niet heel goed. Ik vind hem wel cute, het is een soort silky. Ik vind hem ook wel leuk. Het is op zich wel leuk. Ja, misschien daarbij niet. Nee, daarbij ik dacht niet, dat het een beetje dezelfde kleur was. Het is wel een mooi een soort satijn. Ja. Ja, dat wel. Het is wel leuk. Heel leuk. Wel leuk voor de feestdagen. Ja. Ja. En dan daarbij had ik schoenen. En ik hoop ook echt dat deze... Een beetje overbelicht. Mooi zijn. Oh ja, die. Ik weet het al dat ze die had. Dat dacht ik. Ook er dus niet bij. Oh, wat dan? Ja, die zon is helemaal niet op die kleur. Ja, maar die zon zie je niet. Dit gaat om die gouden zilver uit. Die zon zie je me niet helemaal op. Nee, dat zie je bij heel niet. Mooi. Ja. Deze met diamantjes. Bandje. Dat is echt wat heel leuk. Ja. Vind je het leuk? Heel leuk. Oké, nou en dan die oorbellen erbij. Dus dit kan dan nog wel, dit. Ja, dat kan makkelijk. Bij elkaar. Ja. Ja, die tas is een beetje jammer. Maar goed, het idee was leuk. Ja. En wat heb je nog meer? Oh ja. En die oorbellen er apart van. Die oorbellen kan je er ook bij doen. Zo, glitter en glamour. Ik heb nu deze jurk aan. Hij zit echt super mooi. Zo schuin, dan met die split. Echt helemaal leuk. En ik heb ook die schoenen aan. Deze, met die glitters. Alleen die ene past niet helemaal om mijn been. Dus dat is een beetje jammer. Ja, heel gek. Heel gek. Maar misschien moet ik even thuis goed kijken hoe dat... Hoe dat systeem werkt. Past er wel leuk bij. Maar ze past er net heel leuk bij. En dan heb ik ook nog die oorbellen. Zo. Ja,
Super leuk. Ik vind het zo bow. Ja, dit is echt een bow jurk. De kleur, de glitters. Die is al fit voor zeker. Ik geef deze outfit een 9,5. Zo. En jij is? Ja, ik geef ze ook een 9,5 en 10. Een 9,5, want die schoenen. Nee, een 9,5. Nee, een 9. Want die schoenen zitten niet helemaal perfect dicht. En die tas past er en die tas. Niet. Ja. Dat is wel jammer. Nee, maar het gaat om wat ik nu natuurlijk. Maar je ziet jou nu toch? Ja, een 9 geeft dit. Nou, eigenlijk een 10. Ja. Die hier ik vind het past je echt prachtig. Ja, alleen jammer voor die schoenen. En hier hoeft niet zoveel bij. Je kunt gewoon basic, iets anders. Je kan ook een soort tasje. Hier hoeft niet zeg maar iets nog. Nee, maar het is echt heel mooi. Ja. Heel leuk. Echt niet of dit leuk is. Maar het zag er op de foto heel leuk uit. Het zag er wel heel mooi uit. Het is echt een witte lange. Een witte, hele mooie lange jurk met een split ook. Oh ja. Echt een soort sleek. Ja, hij zat ook echt helemaal zo curvy onder het model. Ja. Dus ik ben benieuwd. Het zag er heel leuk uit met foto's. Leuk. Nou je moet het aanzien, denk ik. Ja, je moet sowieso alles aanzien. Ja. En daar dan op die foto had dat meisje een roze tas erbij. Oh echt? Ja, dat vond ik echt heel leuk uitzien. Ja, die moet mooier. Oh. Is ook je ziet aan het achteren. Ja. Ja. Ik vind het gewoon moeilijk. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk? Super leuk. Ik vind deze heel leuk. Ja. Wat heb ik satijn nog? Ja, het is ook weer een beetje satijn. Maar ik dacht een beetje kleur. Ja, ik vind het heel leuk bij elkaar. Ja, dat is wel cute eigenlijk. Super leuk. Ja, en dan op zich zouden die hakken er ook nog wel bij kunnen. Ja. Ja. Makkelijk. Leuk. Nou, leuk. Dat dus. Oké, ik heb nu deze jurk aan. Super, super mooi. Hij zit ook echt perfect. Welke maat is dit? Gewoon S, denk ik. S, ja. S. En met een heel leuk roze tasje, omdat deze natuurlijk wel wat lichter is, simpeler van kleur. Nou, helemaal leuk. En deze outfit geef ik ook een 9,5. Ja? Zo. Het is allemaal even mooi, ik kan niet kiezen. Nee. Het is lichter van kleur. Ik zat zo van zeker. Ja, dat is alleen maar. Ik wist dat jou als je het aan had, dat hij heel mooi zou staan. Die zo'n mooie lichaam hebben. Jee. Wat geven jullie mij? Ik geef dit ook een 9,5. Ja, ik ook. Ja. Heel mooi. Echt zo mooi. Ja, oeps. Oké, moet ik dan nu? Ja, dat is goed. Dus ga ik voor jou. Ja. Ja, ik heb dan ook twee dingen. Ik heb als eerst, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk. Het is een, dit is gewoon heel simpel, zeg maar. Dit is gewoon een spaghetti zwart jurkje. Nou, dit is eigenlijk een soort de onderkant. En overheen een witte blazer. Ja, dat wilde ik al. Ja, dat vind ik echt zo leuk. Zeg maar een zwart strak jurkje en dan er overheen lekker feestelijk. Ja. Heel leuk. Dus dan zo. Leuk. Hieronder. Dan schoenen. Zijn gewoon heel simpel. Dan gewoon zwart lak en dan met z'n om je benen heen geknoopt, zeg maar. Heel leuk. Met het zwarte jurkje. Nou, dat vind ik heel leuk. Het show was de show was de fit. Nou, ik heb mijn outfit aan. Super leuk. En ik heb nu mijn blazer dicht. Ik heb natuurlijk ook open. Dat is ook super. Heel mooi. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Het is echt leuk. Welk cijfer? Ik geef dit een 8. Zo. Ja. Ik ben nooit echt van het zilver eigenlijk, maar ik vind het wel echt heel leuk. En de hakken erbij. Zitten die goed? Jullie? Ja, die zie je. Leuk. Heel mooi. Dus dit is outfit 1. Welk cijfer geven jullie Isabel? Ja, welk cijfer geven jullie deze outfit? Een 8,2. Ja, ik kan niet over mijn eigen outfit. Ik geef natuurlijk een 10. Nou, heel erg. En dan? Dan denk dat ik dan, ja, dat tasje, die vond ik, dat was een kleurtje met een beetje soort zilver erin ook. Maar ik dacht dat het iets meer glinster. Ja, het glinstert wel een beetje. Wel. Dit is dan een tasje. Leuk. Cute. Heel leuk. En blauw met, cute. Ik wilde eigenlijk dus blauwe hakken erbij, maar dat hadden ze niet. Dan komt het een beetje terug. Ja, precies. En dan heb ik nog een jurkje, want ja, we hebben nog geld over. Wat heb ik nou gedaan? Oh ja. Oh. Deze. En die heeft dan een onderkant. Oh, leuk. Heel leuk. Ja.
heel erg leuk. Ja, en hier is dan een one shoulder. Daar zou je ook nog die blazer overheen kunnen doen. Ja, leuk. Zou kunnen. En welke maat is dit? 36. Ja, oh, perfect. Nou, heel leuk. Je moet alles echt aanzien. Ja, ja, ja. Het. Nee. Dus, nou, ik vind het helemaal leuk. Gaar. Oh, en die oorbellen. Oh ja. Waar zijn die? Ja. Oh hier, ja. Dus, ze hadden echt geen leuke zilveren oorbellen. Nee, en anders was het heel groot. Ja, het is ook zo. Ja, ik zoek ook groot. Dus nu heb ik gewoon, maar een ringetje met een pearl, ja. Nee, kijk maar wat je ermee doet. Ja. Helemaal leuk. Ja. Nou, nu heb ik het volgende jurkje aan. Echt prachtig met die onderkant. Hij past ook goed. Hij past perfect. Ja. Ja. Het zit ook helemaal niet per se te strak. Nee, en ook niet te los. Niet te los. Hij zit echt heel goed. Heel leuk. En die tas erbij. Ja. Ja. Dat vind ik ook echt heel leuk. Ja, dit geef ik een 9. Ja, vind je dit leuk daar? Ja, ik vind dit denk ik leuk. Ja, misschien dat het toch weer wat simpeler is of zo. Ja. Ik werk het niet uit. Dat doe je sneller aan. Ja. Ja. Nee, ik doe dit sneller aan, maar ik vind dat... Vind ik wel heel leuk om in mijn kast ook te hebben zo. Ik vind het gewoon allebei heel leuk. Maar dit is toch wel meer jou. Meer mij. Ik ben helemaal... Wat vind jij, welke vind jij leuk op hoog? Ik denk ook die ander. Ik denk... Weet ik niet. Wat vind jij? Maar wat geef je voor cijfer mij? Heb je dat al gedaan? Nee. Vind je leuker deze of die vorige? Die vorige. Dus dan vind ik die ander 9 en deze een 8.2. Ja? Ja. Ja. Vind je die andere leuker? Ja, ik vind dat heel vet. Ja. Ja, misschien ben ik toch weer wat simpeler. Ja, maar maakt het niet uit. Ik vind ze allemaal leuk. Ik ben sowieso heel blij. Ik heb voor Saar. Oeh! Ja, hele leuke kleur. Ja, ik ook. Ik heb eigenlijk wel. Eigenlijk niet wel de kleur, maar dit is heel leuk. Want. Ja. Holy shit. Hij heeft een hele mooie achterkant. Brug. En je hebt die BH van die vorige video. Oh die achterkant. Die is heel leuk. Dan kan je die gebruiken. En is een broekje van die pof. Nee, het is een rokje wel. Echt een jurk. Ja. Heel vet. Ja, leuk. Heel vet. En dan zeg maar van die mooi, die schouders wel. Schouders. Dus heel chic. Ja. Maar dan wel weer heel sexy aan de achterkant. Oeh, dus leuk. Dus helemaal leuk. Daar heb ik een wit basic tasje bij. Leuk. Misschien heb je al zoiets. Nou, ik heb dus geen wit tasje. Oh, nee? Nee. Ah, alleen een soort beige crème. Maar, dit is dan wit zilver. Nou, is dat leuk. Ik dacht, doe eens wat anders. Ja. Gewoon, want die jurk is al best wel heftig. Dus ik dacht... Ja, iets basic. Ja, wit basic tasje. Ja. Leuk. Daarbij groene oorbellen, maar het is niet echt dezelfde jurk. Oh, maar dat kan wel. Ja. Ook een soort groen met zilver. Veel mooie hangers. En heb ik hele leuke schoen. Ook nog dit. Een leuke lip dingetje erbij. Oh. Zo so cute. Ja, die kan in mijn tasje. Dit is een hele mooie kleur. Hey. Ja, dat ben ik. Oh, papa is gebeld. Nou, deze lip erbij. Ik dacht, dat is helemaal chic. Vet. En dan heb ik dus twee paar schoenen. Dan kan je kiezen van nou, welke vind ik er leuk bij. Dan heb ik als eerst... Okay. Oh ja, deze is echt geweldig. Ja. Zo. Oh my god, die past er zo vet bij. Nou, dit is natuurlijk helemaal vet. Het maakt helemaal de outfit af. Ja. Oh, maar dit vind ik ook heel vet onder gewoon vaak onder een zwarte jurk. Zeg maar. Ja, en dan gewoon onder een blazer. Dat je het gewoon. Ja. Het ligt ook niet heel hoog. Nee, perfect. Dus super leuk. Bizar goed bij. Ja. En ik heb ook nog andere schoenen. Okay. En die zijn ook leuk. Dus ik vind die zelf heel leuk. Want. Die heeft zo'n strik aan de achterkant. Oh, die heb ik ook gezien, ja. Oh mijn god. Vet. Nou, dit is natuurlijk geweldig. Heel basic. Ja. Maar er zit... Ja, dit moet eruit. Ja, dat zag al. Nee joh. Ja, dit is wel echt... Wacht, even eruit halen. Super vet. Ja, echt wat voor Saar. Als ik een event of ziek vet event heb of dit zo. Dit is toch super chic. Ja. Al doe je dit al bij mij een spijkerbroek. Dan heb je al heel je outfit al. Ja. Kijk, dit is dus zo'n strik. Leuk. Nou, zo leuk vond ik dat. Ja. Echt... Oh, ik hoop echt dat ik het ga passen. Ja. Hakken vind ik altijd moeilijk hoor. Ja. Als ze kunnen echt of te groot of te klein zijn. Nou, hoe leuk. Nou, helemaal leuk. Nou, dus dan, dat was hem. Gaan we zo lunchen? Ja. Ja. Alright. Nou, dit is mijn outfit. Ja, geweldig. Heel erg leuk. Staat echt super leuk. Kijk hoe vet die hakken erbij passen. Ja, heel leuk. Denk je zwart hak ook leuk? Heel leuk. Ja, die staan er denk ik ook heel leuk bij. Maar ja, hij is dus heel mooi van achter. Dan heb je dus
Helemaal zo'n open rug. Heel erg mooi. De kleur is heel leuk. Helemaal top. En die oorbellen passen er ook super leuk bij. Oh, dus ook, er zit ook een beetje zwart in. Zo leuk met die zwarte hakken dan. Heel leuk. Dus dat. Ja, ik geef dit. Een 9,8. Zo. Hutsie putsie. Helemaal blij mee. En wat geven jullie? Ik geef het een 10. Ja. Ik geef ze een 9,5. Want ik vind misschien die schoenen iets too much. Ja? Nee. Ja. Maar dat is misschien mijn mening. Oh. Nee, maar ze past er heel leuk bij. Misschien dat ik die zwarte er iets leuker onder vind. Okay, maar dat moet ik zo zien. Maar het is sowieso prachtig. En wat geven jullie? Wat geven jullie ons? Wie heeft het beste gedaan? Nou, deze. Oké, nou nu ben ik met de geweldige hakken. Die zijn echt, ja, ik weet niet of je het goed kon zien, maar ze zijn zo vet. Maar echt vet. Hoef je het per se natuurlijk hierbij. Dit kan natuurlijk overal, onder spijkerbroek, onder ja, van alles leuk zijn. En dan deze tas, was ik net vergeten. Leuke witte tas, had ik nog niet. Dus daar ben ik heel blij mee. En je lipstift. Ja, en ik heb die lipstift op. Die is mooi. Die is ook heel mooi, echt een nude kleur. Ja, nude. Helemaal leuk. Nou, wij zijn zo geslaagd. Ja, ja, helemaal blij. Woo! Nou, dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt leuk om even een keer... ik ook. Voor iemand anders. Ik denk echt wel dat ik het stomste heb uitgekozen. Hoezo? Weet niet. Doe het nou niet zo fucking raar. Nee. Het is allemaal leuk. Letterlijk alles op die site. Ja, wat ik van jullie zie, denk ik, nou, dat is weer helemaal wauw. Nou. Dit is toch ook helemaal wauw, glitter, die schoenen zijn fucking... Ik ben gewoon een beetje bang dat het niet leuk is. Maar we gaan misschien staat het hartstikke leuk. Nee, we hebben het al gezien. Oh ja, het is wel hartstikke. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje te geven. Supporten, you know. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Doei! Doei!